De Tieme Loods in de Nijmeegse wijk Bottendaal dreigt te moeten sluiten. De eigenaar van de Tieme Loods stopt ermee. Buurtbewoners en vaste bezoekers van de culturele plek slaan de handen ineen om het niet zo ver te laten komen dat ze echt moeten gaan sluiten. Ze houden een inzamelingsactie waarbij ze ongeveer 500.000 willen inzamelen voor het behouden van de Tieme Loods. De huidige eigenaar van de Tieme Loods is van plan dit te gaan verkopen. Toen Pim dit te horen kreeg, is hij meteen een plan gaan maken om de loods te behouden. Red de Tieme Loods. De huidige eigenaar van de Tieme Loods, die is van plan om de pand te gaan verkopen. Hij is gewoon aan het eind van zijn werkzame leven en denkt tijd om iets anders te gaan doen. Wij zaten een glaasje wijn te drinken in de wijnbar hier en ik hoorde van de wijnbaas van: hey gasten, misschien is dit wel een van de laatste glazen wijn. Ik denk dat is niet het plan. Wij gaan kijken of we met de buurt de boel kunnen redden en dat is uiteindelijk Red de Tieme Loods geworden. Ze willen vragen buurtbewoners en vaste bezoekers om een aandeel te kopen via een crowdfunding. Zo is de Tieme Loods van hen allemaal. Red de Tieme Loods, kijk, de belangrijkste of de grootste of de beste garantie om het pand te bouwen zoals het nu is en de functies erin zijn die nu zijn. Het is voor feesten en partijen, er is een wijnbar, er worden veel optredens gegeven, cultuur. De beste garantie om dat te behouden is om het van ons allemaal te maken en in principe dus van niemand. Dus we proberen een crowdfunding op te starten. De mensen uit de buurt en uit de stad te mobiliseren, allemaal een heel klein beetje aandeel in de Tieme Loods te kopen. Om op die manier te behouden wat er goed is voor deze plek. Sinds 2 weken is bekend dat deze actie loopt. Ze zijn ervan overtuigd dat ze er iets moois van gaan maken. Nou, sinds een week of 2, 3 zijn we een beetje aan het rondtoeteren dat dit gaat gebeuren. Nou, iedereen. Ja, het leeft gewoon echt. Het is gewoon superleuk. En ik ben natuurlijk heel veel in Bottendalen. Het gaat niet goed met school, het gaat niet goed met Tieme Loods. Misschien een ander ding ook wel niet goed. Dus het is echt wel een momentje voor ons om te zeggen van ja, we gaan nou gewoon mooie dingen maken. De uitbater van de Tieme Loods is enthousiast over deze actie en houdt hoop dat de loods behouden wordt. Samen moet het lukken. Ja, daar ben ik super blij mee dat zij die actie nu hebben opgestart. Ik was zelf ook in kijken van ja, wat kan ik zelf bijdragen, zeg maar, om hier te kunnen blijven ondernemen. En nu kenden we natuurlijk wel Arno en Pim al, die hiermee bezig waren. We zijn united, zeg maar. En nu gaan we het samen doen. Dus